Wesley. We beginnen met de demo. Het heeft geen zin meer, hebben we de dierenarts gebeld. Goedemorgen. Kijk, die zon even, jongens. Dat belooft op een goede dag. Ready. Shee. Ze biedt gaat hij erop en heb ik dat niet gefilmd. Ja, inderdaad. Een hele goede morgen allemaal. We zijn aangekomen op EQD. Vanmorgen hebben wij Angel en Marshall hier geladen. En Angel die was net, die vond het echt super, super spannend. Het was natuurlijk de eerste keer dat ze in een tweepaardstrailer moest laden. Maar eenmaal dat ze erop stond, was ze eigenlijk super rustig. Dus ik ben super blij dat ze in ieder geval rustig op de van uiteindelijk is gegaan. En we staan hier in de stand. Het is echt al super, super druk. Dus ik weet niet of ik heel veel beelden ga meenemen. De woefjes die zitten allemaal hier. En Coda is bij Kato gedropt. En ik ga eens even op mijn gemakje alles gaan rondkijken. En dan om 1 uur is mijn eerste demonstratie. Is mijn eerste demonstratie. Hey, de groom is alweer goed bezig. Daarna is met Angel bezig. En, doe jij, Masha. Ja, heel mijn team staat hier. Heel de vierde lifestyle bijna. Wat moest ik zonder jullie? Nu legt hij nog kleiner met jou ernaast, Els. Wat gaan we
gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan beginnen met de demo. Wat dan? Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik weet eigenlijk ook niet of jullie mij kunnen horen. Maar het is aan het sneeuwen. Halverwege april. Jullie Elisa naar de demo. Voor haar eerste keer heeft ze haar nieuwe paard mee. De Bond, hè. Ze heeft hem zelf nog maar 3 weken. En natuurlijk heeft ze haar eigen andere paard ook natuurlijk mee. Ik wil jullie vragen om nu heel rustig te blijven. Omdat het zijn eerste keer is. En hij zal misschien super spannend vinden. Natuurlijk, de applaus zal het wel wel leiden. Dus als jullie zo meteen aan het einde heel rustig willen klappen of heel lief willen zijn, dan zal het vast wel goed komen. Ik geef onder andere groepslessen, privélessen, workshops, ponykampen. En ik heb sinds dit jaar mijn eigen trainingsstal geopend, de Be Light Tables. Beginner tot expert. En ik heb hier natuurlijk mijn beginner en ik heb hier mijn expert, Masha. Ja, die is ook al het derde jaar EQD nu. Angel zit momenteel nog niet zo goed in haar vel. We weten nog niet exact wat er is. Ze is enorm met, we zijn met heel veel behandelingen bezig. Om er helemaal binnen te buiten keren om te kijken van waar wij haar kunnen helpen. Ik ga ook nog niet zo heel veel van haar verwachten vandaag. Ik vind het vooral belangrijk dat ze hier even op een gemak kan rondkijken. Dat ze hier een beetje gewend aan raakt. En zeker dat ik kan kijken van, is dit iets voor haar? Belangrijk dat je paard gewoon elke keer op elk moment achteruit kunt zetten. Toe. Gaat mijn paard daar vanuit toe komen? Ja. Ah, Angel doet ook lekker mee, hoor. Dat is knap meisje. Hutsa. Super. Kijk, Mark. Ze is super gefocust op. Super. Heel goed. Goed zo. Oh, dat is knap. Dat is heel knap. Ik ben zijn goede baarsmoester. En de ene keer zegt hij aanwezig, maar ze kan jou kwam en je weet dat het niet aan het school rijdt. Het is heel te zien. Yeah.
Ja, ze deed het super goed. Ze, ondanks dat ze aardig veel stress had, bleef ze eigenlijk echt wel gefocust. Dat was echt, ja, Masha, die was gezellig. Heb je dat goed gedaan? Heb je dat goed gedaan? Flink van jou. Go, Wesley! Midlife stables! Woo! Ik heb nog een klein half uurtje en dan is mijn show en dan is ook echt het laatste van het evenement. Mijn stalklantjes die zijn hier op de stier aan het rijden. Oh, ze ligt er al af. De tijd is super snel gegaan. Ik heb ook heel weinig kunnen filmen. Ik heb ook zelf heel weinig kunnen zien, dus dat is wel jammer. Maar goed, ik ga kijken of ik jullie de laatste half uur misschien nog dingen kan laten zien. En de show wordt natuurlijk ook gefilmd. En ik ben super benieuwd wat ze gaan doen natuurlijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in gezien dat ze eigenlijk tijdens de demonstratie alle twee heel goed hun best deden. Dus ik ben benieuwd. Ja, daar mag je volle gas. Die kan wel wat hebben. Ja, lekker. I see. Mijn papatje is ook gekomen. Speciaal voor mijn show te zien, hè, papa? Ja. Hey, Masha. Kun je nog wel hallo zeggen? Demonstratie van Lisa de Bouwmeester, Wie de Tijd.
De show is gedaan. Het is echt super, super, super goed gegaan. Angel had echt behoorlijk wat stress. Maar zeker aan het einde toe overtrof ze echt haarzelf. Ze kwam uit de reiken naar mij. Dus dat was echt super, super schattig. Het laatste stuk dan op de Spirit Muziek. Ik had echt kippenvel over heel mijn lijf en tranen in mijn ogen. En ja, je ziet dat iedereen hier al aan het afbreken is. Wij gaan nu ook helpen met de stand af te breken. En dan gaan we laden. Ellen heeft echt een super, super mooie foto gemaakt. Daar zullen er wat meerdere bij zijn. Maar deze wil ik alvast even laten zien. Echt het plaatje. Ja, goed gedaan, hè, liefie. Er zit niks meer in de kasten. Echt mopje. Dat weet ik niet. Ben je moe? Waar is de deur? In de auto. Oh, zo. Ik en Kelsey zijn snel alle paarden aan het eten geven en binnenhalen. Ik heb even een jas van Shannon gepikt. Het is een beetje te groot, maar goed. Want het is super, super, super koud. En zoals je wel kunt zien en horen aan mij, is het echt super laat. Heel erg klote Angel, die kregen we helaas niet meer geladen. En het is heel super raar, want op de heenweg ging het ook stroef. Maar in principe hebben we haar super chill, super rustig erop gekregen. Wat ze nu vandaag in één keer had, geen idee, maar we waren 2 uur bezig met laden en op een gegeven moment heb ik gezegd van jongens, dit heeft echt geen zin meer, hebben we de dierenarts gebeld en die heeft daar een lichte verdoving gegeven en zo, we waren uiteindelijk wel erop gekregen, dus Wesley is nog even onderweg, die zal hier straks wel zijn. Ik ga in ieder geval de video afsluiten, want ik ben stiek op. Super bedankt voor het kijken allemaal en ik zie je bij de volgende video. We'll be right back.